laat me vooropstellen dat het misschien verstandig is om niet te praten over versoepeling. We hebben een aanpassing gehad na die laatste lockdown en die zal dus worden opgeheven. We hebben een situation report, wat wij roepen SITREP, vanuit het ministerie van Volksgezondheid, met name BOG, die om de ene week wordt gepresenteerd om de stafasa voor wat betreft COVID-19 in Suriname aan te geven. En eerder werd het elke week gedaan, maar nu wordt het om de ene week gedaan om eigenlijk ietsje scherpere statistische analyses te kunnen doen om een goede weergave te geven van de situatie voor wat COVID betreft. Laat me vooropstellen dat het goed is om te kijken naar de positieve zaken. Uit de cijfers van het rapport van 8 september kunnen we destilleren dat 80% van de gevallen die positief zijn getest, genezen zijn. 2% of onder de 2% is gestorven. En binnen die 2% gaat het vooral om, of het mindere dan 2%, gaat het vooral om de mensen met onderliggend lijden. Ouder dan 60 jaar en eigenlijk al in een slechte situatie waren of een minder goede situatie. 15 tot 19% ligt in het ziekenhuis, waarvan een heel, heel klein percentage op de intensive care unit. Ik wil benadrukken dat ik niemands leed bagatelliseer. Het is, één lijk is er altijd één te veel. Maar we hebben het redelijk onder controle. Het kan altijd scherper, beter, maar het is geen uitzichtloze situatie. We hebben nu de aanpassing van de maatregelen waarbij er in het weekend geen lockdown meer zal zijn. En dat er een goed vooruitzicht is met de herstart in het nieuwe normaal. Dus dat we in de nieuwe situatie gaan een doorstart zullen maken met alles, bijna alle sectoren. En dus protocollen zullen implementeren. We hebben ook gezien dat er minder besmettingen zijn, dat het reproductiegetal naar beneden zit. Om exact uit het rapport te noemen 0,83, dat is nog steeds minder dan 1, dat is goed. Ook dat het positief percentage, dus uit de testen dat er gedaan wordt in zijn totaal en dat er daaruit minder positieve zijn, dat zijn allemaal positieve zaken waarnaar we moeten kijken en waarop we ook moeten focussen. En waarom is het important dat we minder gevallen hebben? Het heeft tot gevolg dat, de uitkomst is, COVID-19 is in de containment fase. We kunnen het beheersen. Maar meer nog, we kunnen meer weer onze reguliere zorg de juiste aandacht geven dat zij nodig heeft. De reguliere zorg is over de afgelopen tijd vreselijk verwaarloosd. En dat heeft ook zijn tol geëist. Dus het is belangrijk dat we COVID op een goede manier kunnen beheersen. Zodat we ook onze reguliere zorg weer op orde kunnen krijgen. Dat mensen weer normaal naar de poli kunnen voor hun check-ups, voor hun reguliere check-ups. En dat, want het maakt ook dat mensen bijvoorbeeld, omdat ze niet op tijd voor de check-up kunnen, hun diabetes raakt gedereguleerd, hun hypertensie raakt gedereguleerd. En dat brengt weer een heleboel gedoe met zich mee. Dus een belangrijk gevolg van het teruggaan van de cijfers is dat er ruimte komt om weer te concentreren op de reguliere zorg. Maar belangrijk is dus toch wel om te benaderen dat het niet gaat om versoepelen, maar om aanpassen van de... Ja, het gaat om aanpassen. Kijk, want nogmaals, je hoort het niet genoeg. COVID is nog steeds een nieuwe ziekte. Zolang wij niet ons gedrag veranderen, zolang wij niet Mohana propageren, believen en leven, dan zullen de cijfers weer omhoog gaan. Wij maken dat COVID verergerd in cijfers of dat COVID minder wordt in cijfers. Dat is allemaal afhankelijk van ons. Zolang wij ons aan ons aan de nieuwe situatie houden en laat me de bevolking feliciteren, complimenteren. Het is de afgelopen tijd heel goed gegaan. Zolang wij ons gedrag positief veranderen,
dan zullen de cijfers ook beneden blijven. En dan kunnen we zoveel mogelijk met de implementatie van de protocollen, met het nieuwe normaal, ons leven weer op een stabiele wijze leven.